PEC Zwolle heeft vrijdagavond een vriendschappelijke wedstrijd tegen hoofdklasser VV Berkum gespeeld. PEC kwam in actie ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op Sportpark De Vechtlust won de Zwolse eredivisionist met 1-3. PEC had zoals verwacht veel balbezit. Maar verrassend genoeg opent Jason Huisman van Berkum de score. We hebben wel een beetje overlegd. En uiteindelijk wil je toch wel, ook als je niet de bal hebt, een beetje initiatief nemen van welke kant je op wilt dwingen. Ik denk dat we dat met Vlagen best wel goed hebben gedaan uiteindelijk. En, het is mooi dat je dan op 1-0 voorkomt. Je weet dat het lastig is tegen zo'n ploeg. Hè? Ik bedoel, ze spelen 4 niveaus, 5 niveaus hoger. Ja. Maar goed. Daarna zet PEC al gauw orde op zaken. Zian Fleming schiet raak na een paas van Gustavo Hamer. Terrel Ondaan maakt net voor rust 1-2. Kingsley Ehisobwe was niet tevreden over de prestaties van zijn team. Een paar momenten wel, een paar momenten niet. Sommige dingen dat we hebben getraind hebben we toegepast. Dat kon je ook zien in de wedstrijd. En in het begin ging het een beetje moeizaam. We moesten even aan elkaar wennen, eerste wedstrijd weer. Maar je ziet wel dat er gewoon voetbal in het team is. Dat is sowieso het positieve eraan. En ja, we hebben sowieso aan punten waar we aan moeten werken. Maar ja, dat komt vanzelf in de weken. Nou, hoorde ik een gesprek met de technisch directeur. En daarin werd jij ook genoemd bij de uitgaande transfers. Hoe zit dat? Stel dat er iets komt dat goed is voor de club en goed voor mij is, ja, dan wil ik zeker een stap maken. Ja. Maar goed, vooralsnog is PEC Zwolle. Ja, nu nog speel ik bij PEC Zwolle en dan zien we in de loop van de tijd al wat er gaande is. In de tweede helft tikt Dennis Jalro de derde goal voor PEC binnen. De fans van Berkum waren tevreden met het resultaat. De fans van PEC hadden op meer gehoopt. Tegen PEC is altijd mooi natuurlijk. Hè? Dat was een mooie opsteker. He, een mooie uitgespeelde goal. Nou ja, daar mag je alleen maar tevreden over zijn, toch? Als 2-1 tegen Berkum, dan mag toch wel een doelpuntje of 5 bij, minimaal. Kan beter, maar ja, volgens mij is dit ook een beetje het B-team. Kan beter, maar het is altijd afwachten met zulke oefenwedstrijdjes. Wat verwacht je van het komende seizoen? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet, volgens mij krijgen we zowat een hele nieuwe selectie, dus nog even afwachten. Ze zullen het niet zo goed doen afgelopen jaar, denk ik. Maar als we maar niet zo doen als Twente. Berkum nam vrijdagavond tegelijkertijd afscheid van hoofdtrainer Arno Hoekstra. We hebben hier 2 fantastische jaren gehad. Zeer succesvol geweest. Afgelopen seizoen in de hoofdklasse goed gepresteerd. Heel dicht bij promotie geweest. Kampioenschap natuurlijk, dus hartstikke goed. PEC Zwolle speelt dinsdag de volgende oefenwedstrijd om 19:30 uit tegen SC Genemuiden.